Zo, ha! Hallo! Goedemorgen. Welkom bij de Wettel! Ja, we zijn in Arnhem bij de Larenakker. Ja. En we gaan op zoek naar 4 kids voor mij, 4 kids voor jou. Ja, voor mij ook. We hebben groep 8, er zijn heel veel kinderen, dus we moeten wel een selectie hebben. En we hebben een leuke Wettel, hè? Een hele leuke Wettel en een leuk selectiespel ook. Kom! Ik heb een nieuwe bedacht met een schoen. Schoen? Met een schoen. Hallo! Hallo! Hoe is het? Goed! Goed, leuk zeg. We gaan een selectiespel spelen. Dat doen we in de gymzaal. Maar voordat we naar de gymzaal gaan, moeten we nog even wat hier in de klas doen. Jullie krijgen zo meteen allemaal een shuttle en er staat een cijfer op. En dat cijfer mogen jullie vandaag voor deze ene keer op je hand schrijven. En dan gaan we in de gymzaal uitleggen hoe het spel verloopt. Okay. En een shuttle voor jou. Ja. Dit is een, oh kijk, een 9. Kijk eens. En dan gaan we naar de gymzaal. Jongens en meisjes, we gaan dus selectiespel doen en doen we als volgt. We doen dat eigenlijk met deze shuttle. Ik ga straks hier in het midden staan. En de twee jongens en de twee meisjes die hun shuttle het dichtst bij mij kunnen brengen, die gaan mee met de battle. Marije, trek jij je schoen even uit? Mijn schoen? Nee, je schoen. Ja, doe je schoen even uit. Ja, dus jullie pakken straks je schoen. En met die schoen gaan jullie straks zo slaan. Nou. Nou, je krijgt natuurlijk maar 1 kans, hè? Dus doe het goed. We beginnen met de dames. Drie, twee, één, doe maar. Die twee. Het zijn toch deze twee, hè? Het is geworden nummer 10 en nummer 6. Ja, toppie, toppie, toppie. En dan mogen de mannen komen. Welke twee jongens maken het team Oranje compleet? 3, 2, 1. Oh! Oeh. Ja. Het is heel duidelijk, hè? Heer nummer 25. Kom maar hierheen. Ah, lekker jongen. En meneer nummer 17. Lekker. Dit is het Oranje Team. Goed hoor, gefeliciteerd. Ik ben Jasmine en ik zit op paardrijden. Ik ben Kien en ik zit op voetbal. Ik ben Finn en ik zit op voetbal. Marit en ik zit op dansen. Tijd voor mijn team, team blauw. Hebben we allemaal de schoenen uit? Ja, ja. In 3, 2, 1, go! Oh. Oeh, oeh. Oh. Ja, kom maar naar voren, nummer 4. Ja, lekker liggen. Naar voren. Oh. Lekker gedaan, hoor. En de tweede plek is voor nummer 23. Ja. Kijk, ik heb voor jullie shirtje. Trek die maar wel van staan. En dan gaan we nu kijken welke mannen ons team gaan versterken. Jongens, voor de laatste 2 plekken in team blauw. In 3, 2, 1, go! Oeh, 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 oeh. Als ene laatste in team blauw. Ja. Nummer 11. Dan heb je hem mooi. Ja, kijk eens even. Hoppatee. En 16. Kom maar hier. Kijk eens. En dit is mijn team blauw. Ik ben Ramon en ik zit op karate. Ik ben Liv en ik zit op dansen. Ik ben Eva en ik zit op boksen. Ik ben Keanu en ik zit op kampen. Goed, we zien jullie straks bij de sportzaal. Maar eerst, wat gaan we doen? We hebben echt een badass battle voor jullie bedacht. We gaan namelijk badmintonnen! Yo! Ik denk dat het een hele leuke battle wordt. Ik heb leuke kinderen. Mag ik 1 keer met de 6-soort auto rijden? Nee, dat doen we niet. 1 keer, alsjeblieft. Nou, ik weet niet. Alsjeblieft, nee, mag ik 1 keer rijden? Ik mag. Maar ik ga daar niet mee, hoor. Zie daar. Maar doe je wel voorzichtig. Denk je aan mijn lak? Zullen we de zwaailichten aandoen? Zullen we de zwaailichten aandoen? Oh, ja. Nee. Wat doe je? Dat is strafbaar. Dat mag niet. Uit. Doe het nou uit. Doe nou uit. Weet je wat ik zo bang ben? Dat die auto toch schade heeft als hij hier komt. Wat blijft ze? Wat duurt het lang? Vind je ook niet? Ja. Duurt het lang? Wacht, we hebben gebeld. Nou niet hoor. Oh, kijk, dat zijn we hebben. Marije. Waar ben je? Sta je vast? Zit je vast? Hoezo maar 1 telefoontje? Wacht maar even. Waar? Ja, nou.
blijf zitten. Wat, haha. Ja, blijf zitten, ik kom eraan. Kom. Oh, wat hoog. Hier moeten we dus zitten. Marije? Waarom heb je nou ook dat zwaailicht aangezet? Ik wist toch dat het niet mocht? We ronden dat toch ook zo vaak? Oh. Marije! Wanneer komen we vrij? Ik heb vanavond nog een verjaardag. Marije? Waar is ze? Oh, Marije. Oh, Marije. Hey. Ja, zit je daar? Oh, ja, met de ploeg. Kan je ons hier uithalen? Hallo, hallo. Ja. Wat doet u hier? Ja, niks aan mijn collega. Oké, en wie is uw collega? Ja, Marije Zuurveld. Oké. Ja, zit in de gevangenis. Ja. En waarom? Ze heeft vandaag rondgereden met een zwaailamp, wat niet toegestaan is in Nederland. Zie je wel? Ja. En ze is lang? Een aantal dagen. Aantal dagen, ja. Op water en brood. Wel lekker eigenlijk. Nou, het is jammer, want ik had eigenlijk een battle met haar willen doen. Ja. Heel belangrijk. Een badminton battle. Badminton, ja. Okay. Ik zoek wel iemand anders. Nee. He? Waarom zou je dat doen? Je kunt hier in de hal wel een badminton battle houden. Ja, zeker. Kan dat hier? Ja, zeker kan dat. Ah. Heb je verstand van badminton dan? Ja, zeker. Oh. Ik ben scheidsrechter. Nee, maar hebben we ook gelijk een scheidsrechter? Handig. Nou, doe maar open dan maar. Even lekker laten luchten, die boel. Ja, ze... Nou, kijk eens, daar komt ze aan. Hè. Vrijheid. Och, ja. Dankjewel. Nou, spijt. Nou, ja, dankjewel. Nou, oké. Okay. De ploeg er ook uit. Ga ik heel even de kinderen bellen dat ze hier naartoe moeten komen. Ja, ik had een hele mooie locatie geregeld, maar dat is dus niet zo. Nou, even kijken. Daar komt hij. Ja. Ga jij maar naar jouw ploeg en mijn ploeg. Die komen eraan. Zo, nou, even bellen. Jongens. Ja, we gaan naar de koepel. Nou, waarom? Hé, hey, Deborah. Hey. Hoe is het? Goed. Hallo. Wij willen eigenlijk maar één ding. En dat is van blauw winnen. Nou, we gaan gewoon keihard trainen nu. En dan gaan we ze de basics leren. Ja. En dan gaan we gewoon team blauw verslaan met de tips die ik jullie ga geven. Heel goed. Hallo, Ties. Hey. Kijk, ik heb een team meegenomen. Wat is nou het belangrijkste om te weten als je gaat badmintonnen? Als je echt de basics wil weten van het badminton, is hoe je je racket vasthoudt echt het belangrijkste. Geef mij eens een hand. Zo. En nu moet je het racket even een hand geven. En nu heb je eigenlijk... Ja, je hebt hem meteen goed vast. En zo hoor je eigenlijk ook de shuttle te slaan. Dus eigenlijk geef je gewoon je racket een hand. We gaan eerst even hoog houden. Ik ga jullie een shuttle geven. Dit zijn echte wedstrijdshuttles. Ja. Heel goed. Je kan zo gewoon alleen maar voorhand, zoals je ziet. En dan kan je ook af en toe je backhand. Jasmin, hartstikke fijn. Ja, lekker. Hoepsakee. Ja, nou, dit is toch kijk, prima. Kijk, heel goed. Lekker. Ja. Oeh. Lekker. Kijk. Hoppa. We gaan door met serveren. Het belangrijke is kijken naar de shuttle. Je racket is een lengte, dat gaat niet veranderen. Je kijkt naar de shuttle, die heb je voor je vast. Je laat hem vallen en dan sla je hem. En je slaat hem zo naar voren. Nou, laat maar zien hoe goed jullie kunnen serveren. Ja, dat is goed. Ja, nou, eerst de shuttle laten vallen. En dan sla je pas. Zo? Ja, kijk, dan is het nog veel beter. Je probeert nu... Je slaat... Oh. Als je de shuttle gewoon stilhoudt... Dan kan je hem niet missen. Kijk, dat is al beter. Kijk. Yes. Hoppa. Juist, kijk. Zou maar naar mijn ijsje kan. Kijk, goed. Hoppa. En dan... Yeah. Lekker. Kijk. Ja. Wauw. Ja, je bent een beetje aan het uitsloten, Ties. We gaan naar de bovenhandse slag. Oh. Ja, die is wel het moeilijkst. Dus ik ga je shuttle omhoog aanslaan en dan ga je hem proberen bovenhands terug te slaan. Yeah! Lekker. Bam! Goed. Kijk eens even wat lekker. Probeer eraan te denken om hem naar voren toe te slaan. Kijk, heel goed. Heel goed. En naar achter weer. Ja. Kijk, dit gaat goed, jongens.
Ja, je denkt dat het een heel eenvoudige sport is, maar dat is het eigenlijk niet. Hè. Het is best pittig. Je moet aan een hoop denken. Onderhands. Kijk. Hoppa. Onderhands. Dit is goed voor het enkelspel, maar we gaan zo meteen ook een dubbelspel spelen. Ja. Dus misschien is het handig om even de 2-tegen-2 vorm te oefenen. Mooi. Ja, ik hoorde wel een hele zachte jij. Ik hoorde ook een jij. Mag wat harder, maar verder was top. Goeie rally, jongens. Goeie communicatie, jongens. Ja! Ja! Kijk eens, wat een rally. Ja, dit is een applausje waard. Ja, 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 ja. Wat vind jij ervan? Ik vind dat ze heel goed vooruit zijn gegaan in deze korte tijd die we hadden. Tijd, precies. Vinden jullie het een leuke sport? Ja. Het is wel leuk, hè? Ja. Supergoed. Hoe ging dit? Goed. Ja? Ja? Hebben we er een beetje vertrouwen in? Ja. Ja. Let's go! Als je kijkt naar je team, wat verwacht je daarvan? Ik verwacht veel. Vooral communicatie ging heel goed. Eigenlijk vanaf het moment dat we dat hadden besproken, werd er heel veel jij en ik geroepen. Dus ik denk dat dat ons heel erg gaat helpen in het spel. Wij kunnen het echt heel erg goed. Ik kan het blauwe team niet, maar oranje is fantastisch hoor. Wat denk je ervan? Nou, ik denk wel dat we een kans maken om te winnen. Ik hoop dat wij gaan winnen. Ik hoop het ook, maar ik weet niet hoeveel het gaat worden. Gaat er goed komen. Omdat, ja, gewoon vertrouwen. Tijd voor de battle hier in deze prachtige koepel in Arnhem. Het is geen gevangenis meer, maar dat was het vroeger natuurlijk wel. Ja. Het is een prachtige omgeving, maar hier gaan we in ieder geval de finale spelen. Ja, het begint al goed. Maar hoe spelen we de finale? We beginnen met een single. Ja. Single. En daarna gaan we dubbelen en daarna gaan we weer een single spelen. En wanneer heb je de battle gewonnen? Als je de meeste punten hebt. Ah, oké. Hebben jullie er zin in? Ja! Blauw, blauw, blauw. Wij gaan voor goud. Nou, ik wens jullie heel veel succes. Ik zou zeggen, laat de finale maar beginnen. Hoor. Ja! We beginnen met een enkelspel. Dat gaat Jasmin doen. We gaan beginnen met een single. Een damessingle. Dus wij dachten aan... Eva. Eva. Het gaat om de punten. Zoveel mogelijk punten. Succes. Vind ik mooi. Top. Heb jij nog tips voor ze, Deborah? Rustig blijven. Niet te veel denken aan de camera's. Gewoon je eigen spel spelen. Volgens mij ga je tegen Jasmine. Gaat het goed komen? Ja. Dames en heren, Jasmine mag serveren. Nul beiden. Speel. Oké, daar gaan we. Ik ben benieuwd. Gelijk al een rally. In het net. 1-0 voor Team Blauw. Puntje. Ai, Eva verliest haar service 1-1. Ja, oranje. Een gelijk opgaande strijd. 2-1 voor oranje. Goed zo. Lekker. Uit. Ja, die is in, coach Ron. 2-2. Eva serveert. Goed. Goed. Wat een rally weer. Ja. Punt voor oranje. 3-2 voor team oranje. Nice. Nice. Lekker. Ja. Goeie rally. Hou vast. Uit. Hoog niveau badminton. Dat is echt, hè? Ja, punt voor blauw is punt voor blauw. Nice. Ja. Uit. Punt voor oranje. Jasmin slaat weer toe. 4-3 voor oranje. Op Eva. Oh. Punt voor blauw. Einde eerste partij. 4-4. Jasmin, lekker. Gefeliciteerd. Hartstikke goed gedaan. Let's go. Marit, Jan, nou jullie. De tweede partij, de dubbel. De spanning is van de gezichten te lezen. Zijn jullie klaar om te beginnen? Ja. Speel. Team Blauw begint en gelijk raak. 1-0 voor Blauw. Jasmin aan service. Punt voor Blauw. Punt voor Blauw. Prachtige return van Kian. 1-1. Ja, goed zo. Ja, lekker Marit. Nice. Marit alsof ze al jaren badmintont. Wat een klasse. Maar dit punt is toch echt voor blauw. 2-1 voor. Goeie service. Yes. Lekker. Marit met een smash. Raak. 2-2. Goeie service. En klaarstaan. Ja, goeie bal.
gaat heen en weer. Heen en weer. En ja, die is uit. Punt blauw, 3-2. Jammer, volgende goede rally. En ook die is uit. Team blauw, 4-2. Punt voor blauw. Ja, mag ze weer. Niks wordt hier cadeau gegeven vandaag. Kian scoort 4-3. Heel goed gedaan. Het zal een beetje om het even zijn. We gaan naar de laatste wedstrijd. Finn, heb jij nog tips voor Finn? Goed focussen. Je weet hoe je goed je kan serveren en bovenhands kan slaan. Dus lekker laten zien. Wij staan achter jou. Wij geloven in jou. Als jij nu wint, dan winnen wij. Ja. Ook goed concentreren. Waarschijnlijk wel. Nu wordt de battle beslist. Ramon tegen Finn. Jongens, de laatste wedstrijd voor vandaag. Oranje serveert. Speel. Lekker. Finn pakt gelijk het initiatief en scoort 1-0 voor Oranje. Punt Oranje. Yeah. Het antwoord van Ramon, 1-1. Sterk, volgende. Nice. Finn smash 2-1. Punt voor Oranje. Jongens, jongens, wat een hoog niveau dit. Goed zo! 2-2, ik trek het niet meer van de spanning! Goed gewerkt! Punt voor blauw! Volgende rally weer, kom aan! Fout! Ai, Ramon! 3-2 voor Oranje! Punt voor Oranje! Yes! Kom! Goed zo, nice! Ze zijn aan elkaar gewaagd, maar nu 4-2 voor Finn. Rustig aan de hand. Is dit de beslissende? Ja, Team Oranje wint deze battle. Voorbij komen. We hebben gevochten, maar we hebben verloren. Maar ik ben wel trots op jullie. De beker gaat naar Oranje! Dit was het weer. Nou, spannend. Ik vond het heel spannend. Ja, heel spannend. Zeker. Nou, en we gaan weer met z'n allen naar buiten, dus tot volgende week. Doei. Doei. Oh, ja, ben jij. Hè? Ben jij. Ja, van mij. Waar ga je heen? Waar ga je heen?